tot 170 woningen per jaar. En daar zijn we mee bezig. Met april kunnen de jonge mensen komen om in te tekenen. Dus ik moet zeggen, het gaat gewoon geweldig op het ogenblik. Mevrouw Hoekstra, wilt u daarop reageren? Ja, ik heb verleden week ook al tegen de heer Kofferman gezegd dat het wel heel erg lang geduurd heeft met het bouwen van woningen. Want wat zien wij? Er trekken helaas heel veel jonge gezinnen ook van ons dorp af. En dat is een proces, dat moeten we zien te keren. En nogmaals, er moet nu heel snel gebouwd worden. Toen moest er onderhandeld worden met de boeren die op die grond zaten. U begrijpt, dat was geen makkelijke zaak. Maar ook Urk heeft dat netjes kunnen afronden. Daar gaat jaren mee een. Maar nu is het zover. Nu gaan we bouwen. 170 woningen. En dat komt er echt van. Senioren, junioren, allemaal. Dank u wel, meneer Kofferman. Mevrouw Hoekstra, u wil reageren? Ja, ik wil er zeker op reageren. Want de heer Kofferman houdt een, wat ik verleden keer ook al zei, een gepassioneerd betoog. Maar uw wethouder had al veel eerder ook bij onze buurgemeente terecht kunnen gaan en daar grondaankoop kunnen doen. En dat heeft uw wethouder verzaakt. Dat wil ik je toch wel even duidelijk gezegd hebben. Meneer Limburg, wat heeft Jezus Leeft in gedachten? Nou, u vroeg van wat de reden of het ook een reden zou zijn om op Jezus Leeft te stemmen als het gaat om woningen. Nou, zijn er heel veel Urkers, zoals je al zei, die van Urk af zijn gegaan. Dat is enorm teleurstellend, dat is jammer. Ja. Je had er graag op Urk gebleven, had er graag een huisje gehad. Dus het is echt jammer dat het zo gelopen is. Het zou mooi zijn als er weer contact komt met de overheid om te bespreken dat Urk er een stuk meer grond bij krijgt. Maar daar zullen alle partijen het over eens zijn. Dat is niet de reden om Jezus Leeft te stemmen. Wij hebben een hemelse woning als christenen. En wij willen getuigen van die hemelse woning. En als het gaat om deze woningen, ik heb er zelf ook, het is voor mij ook belangrijk, ik ben ook een jongere. Dan hoop ik dat er samengewerkt kan worden. Zonder op elkaar te schelden in de geest, in de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Om op te komen voor de jongeren op ons dorp. We moeten ook kijken naar de buurten. Dat betekent meer groen, recreëren, speeltuinen, water. Zorgen voor de leefbaarheid van de buurten. En niet alleen voor de Zeeheldenwijk, maar voor heel Urk. Ik wil daarbij aantekenen en in reactie op de heer Kofferman dat de gemeente wel degelijk in de planning van de bouw steken heeft laten vallen. Voor de SGP staat als een paal boven water dat Urk niet binnen allerlei standaard rekenmodellen past en dat de vraag naar woningen de laatste jaren enorm hard is toegenomen. En daarom moeten we snelheid maken, maar moeten we ook kwaliteit behouden in de bouw. Ook het hele idee van modulair bouwen, hè, want je kan zeggen van het normale bouwen is zeg maar 60, 80 jaar, zet je een huis neer, maar het modulair, zeg maar het prefab bouwen, hè, dat in opkomst is, we gaan nog even door. Heeft dat wat u betreft ruimte? Heeft gemeentebelang daar ruimte voor? Ik werk zelf, werk ik in de bouwwereld. Ik zie hoe goed de kwaliteit ervan is. Daar kan best jaren mee. Op Urk hebben we al sinds 1920 een woningnood. En we maken eigenlijk telkens dezelfde fout. De Noordoostpolder pas op te zoeken wanneer we eigenlijk met de rug tegen de muur aan staan. En wat je dan ziet is dat onze onderhandelingspositie eigenlijk altijd erg slecht is. Too late, too little. Zeg jij, voor wat betreft het wonen en de grenscorrecties. Ja. Hans Krebaas? Ja, ik wil in de eerste plaats heel duidelijk stellen dat het niet de schuld van de gemeente Noordoostpolder als zodanig is dat Urk te weinig grond kreeg en voortdurend ook te weinig heeft gekregen. Dat is echt een kwestie van rijksplanologie al vanaf eind jaren 30. Dat neemt niet weg natuurlijk dat je in een voortdurende communicatie moet met de gemeente Noordoostpolder over de uitbreiding van Urk. En ik kom zelf uit de Noordoostpolder en ik weet hoe men daar ook wel degelijk door de eigen ontwikkeling een beetje met de rug naar Urk staat. Geldt ook voor Urk, kenniszinnen met de rug naar de Noordoostpolder. En dat moeten we echt de komende 4 jaar doorbreken. We hebben de Noordoostpolder gewoon hard nodig. En de Noordoostpolder ook ons. Want onze economie en onze arbeiders gaan daar ook naartoe.
We profiteren van elkaar. En dat betekent dat we een goede verstandhouding moeten hebben. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend. Van hoe gaan wij nou die groei van Urk faciliteren? Mm-hmm. Ik ben met collega Hans Krebas al druk bezig met onze collega's in de Noordoostpolder. Bijvoorbeeld Wim van Wegen, die ons ook goed gezind is als het gaat over Urker grond. Om daar samen iets te organiseren, zodat we met de Urkerraad en met politici van de Noordoostpolder bij elkaar gaan zitten, elkaars verhalen horen en eerst maar eens goed insteken op een goede relatie met elkaar. En ik denk dat het voor ons erg verstandig is om echt gelijk na de verkiezingen echt die contacten op te gaan zoeken en onze zorgen kenbaar maken. En er ook voor zorgen dat wij straks een grenscorrectie kunnen doen die voor pak een beet 50 jaar genoeg is. Als partijzijde hebben wij ons de afgelopen 4 jaar echt enorm ingezet voor het verbeteren van de jeugdzorg. En ook daarin kan je heel goed samenwerken met de Noordoostpolder. Want zij hebben bepaalde voorzieningen die we op Urk niet hebben. En daar kunnen dan Urkers ook gebruik van maken, om een voorbeeld te noemen. Ja, super wat ik allemaal gehoord heb, waarmee we met de Noordoostpolder willen samenwerken. Dat is eerst, dat is heel positief. Wij zouden ook willen denken aan de afvalverwerking. Want dat is in de Noordoostpolder aanzienlijk goedkoper. Een goede samenwerking tussen deze twee buurgemeentes is essentieel en cruciaal. Niet alleen voor het gebied van wonen, maar ook het gebied van economie, zorg, noem maar op. Nou ja, u haalt het zelf al aan. Het huidige jeugdhonkbeleid is, met alle respect voor de goede bedoelingen, heeft gewoon gefaald. Als we zien dat er nog maar 2 jeugdhonken bij aangesloten zijn, kunnen we terugkijkend zeggen, de bedoeling die we met het jeugdhonkenbeleid hebben gehad, heeft een averechts effect gehad. We zijn gestart met de evaluatie van het jeugdhonkenbeleid om te kijken wat is daarin te verbeteren, wat kunnen we daaruit leren. En het is bijvoorbeeld ook heel nadrukkelijk een onderwerp geweest bij de behandeling van het bestemmingsplan Poort of Urk, om te zeggen, je gaat daar een nieuw industrieterrein realiseren. Laten we nou dat probleem dat we daarin hebben, of de uitdaging als samenleving, niet nog verder vergroten. Hè? Daarnaast is de Urke jeugd, die wordt niet voorzien in hun wens. In hun wensen worden ze niet voorzien. En daarom organiseren ze zelf feesten in jeugdhonken. En daarin zijn ze heel creatief. En dat is puur omdat het vanuit de gemeente, wordt er niks georganiseerd. En daarom doen ze het zelf. Met alle respect, maar dat vind ik wel zo'n boute stelling, alsof er vanuit de gemeente niks georganiseerd wordt. 1. De gemeente is geen onderneming. Ook horecaondernemers zijn ondernemers die dat zelf als allerbeste kunnen. Dat hoeft de gemeente niet te doen. Als er vraag is, ontstaat er aanbod. Wordt niet geluisterd naar de wensen of naar het gros van de Urke jeugd. Voor u niet onvoldoende misschien? Die voelt zich niet beantwoord. Nee, met een wensen. Nee, zeker niet. Wij hebben ook in het programma gezet, er moet meer ruimte komen voor legale horeca met minder regels. Festivals, evenementen moeten in de oude dorpskern op de haven kunnen geschieden. En als je dan aankomt met een bier- en barbecue-evenement, dan word je achteraan weggestopt. Daar krijg je een vergunning voor, want je mag niet op de avond. Omdat het woordje bier in je evenementennaam tevoorschijn komt. Dus daar moet ook eens een omslag in denken van plaatsvinden. Dat mensen die met een bier- en barbecue-evenement willen opstellen, dat er op de avond in de zomerdag gerealiseerd kan worden. En komen er een aantal jongeren die willen met een popband een rockfestival of wat dan ook, moet er ook ruimte voor zijn. Dan luister je naar alle jeugd. Want je hebt een groot aantal jeugd op Urk en je hebt niet allemaal één soort jeugd. Nee, je hebt verschillende graduaties erin. En daar moet je naar luisteren en daar moet je je beleid op afstemmen. We zeggen wel, er is een raadswerkgroep geweest en er is een jeugdhonkenbeleid. Nou, dat is er eerlijk gezegd niet meer. Er is in 2019 bijna fataal ongeluk gebeurd op het industrieterrein. De situatie daar wordt door een Belgische schrijver gekwalificeerd als een warzone. Dus in de tussentijd is de situatie verslechterd. De evaluatie van het jeugdhonkenbeleid, ook door corona-omstandigheden, ik wil niet de beschuldigende vinger uitsteken, is zeer vertraagd, maar daar zitten we enorm op te wachten dat we nieuwe stappen kunnen zetten. En dat moet in relatie tot de legale horeca, daar moet een uitbreiding komen. En als ik dan zie hoe sommige partijen nog reageren krampachtig op verruiming van de horecatijden, en dan kijk ik met name ook naar Hart voor Urk, u bent ervoor om die in te korten. Dat is nu 11:30. We hebben in het jongerendebat kunnen constateren, Hart voor Urk is ervoor om die in te korten. SGP is ervoor om die gelijk te houden. Ik meen gemeentebelang, in ieder geval het CDA en van de ChristenUnie weet ik het gewoon niet, om dat te verruimen. Want er zijn nu negatieve communicerende vaten, dat weet iedereen al 30 jaar, tussen wat er wel en niet mag in het oude dorp in de legale horeca en de gevolgen daarvan op het industrieterrein. En de komende 4 jaar moeten en zullen we daar een doorbraak in moeten creëren.
dat het Urkeland de vraag stelt, handhaven op drank- en drugsmisbruik door minderjarigen, en dat er gewoon gezegd wordt door uw partij, nee, dat moet je helemaal niet doen. Gebeurt het bij de legale horeca? Gebeurt het bij de legale horeca? Nee, in de zolder kun je nog steeds drank halen onder de 18 jaar. Ik vind het belachelijk dat dan bij de jeugdhonken wel handhaven moet plaatsvinden. En in de legale horeca, we hebben het over jongens, minderjarigen laten we lekker allemaal onder de 18 gaan drinken. Drugs. Punt is gemaakt.